Ondernemers van de North American Investor Group hebben president Santokki afgelopen zaterdag investeringsvoorstellen gepresenteerd. Het staatshoofd maakte eerder tijdens zijn bezoek aan New York al afspraken met deze internationale ondernemers. Abul Hossein, president van de North American Investor Group, zei dat de investeringsgroep klaarstaat om in te spelen op het potentieel van Suriname. Er zijn daarvoor enkele sectoren geïdentificeerd met interesse voor de voedsel- en productie- en handel- en constructiesector. President Santokki gaf aan dat de regering uitkijkt naar gedegen investeringen. Het ministerie van Justpol en Adecus hebben afgelopen dinsdag een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het verzorgen van de masteropleiding wetgeving aan de juristen verbonden aan de verschillende ministeries en de Nationale Assemblée. Minister Kenneth Amoksi vindt de samenwerking belangrijk omdat de overheid de producten van de universiteit kan meenemen in het plannen en uitzetten van beleid. De minister zei dat de behoefte aan wetgevingsjuristen groot is in Suriname, met zelfs een tekort op zijn departement. De behandeling van de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte G. Kromosuto zou op 16 oktober worden voortgezet. De zaak stond voor repliek, dupliek en laatste woord. Echter waren zowel de verdachte als zijn advocaten afwezig. De vervolgens ambtenaren in deze zaak heeft op 6 oktober een schrijven gericht naar het hof waarin zij vraagt om uitstel van het repliek. Het hof heeft het verzoek gehonoreerd en op 4 december wordt de strafzaak voortgezet.